Oranje fans. Ja, dat klopt. Oranje. Dat is de kleur, hè? De twaalfde man. De twaalfde man. Ja. Vertel. Nou ja, kijk, in voetbalwedstrijden hebben ze natuurlijk ook altijd de twaalfde man spreken ze over. En wij hadden zoiets van, nou, we gaan lekker met Abdi en Gert-Jan mee. Lekker aanmoedigen. En nou ja, goed, we krijgen ook veel, worden veel aangesproken met de kleding die we hebben. We zijn natuurlijk lekker uitgedost, net voetbalsupporters. Hij helemaal, de generaal. Als ik dit 10 jaar geleden had geweten dat deze kleur zoveel vrouwen aantrekt, dan was ik er eerder mee begonnen. Maar ja, goed, je bent nooit oud, hè? Heb jij gisteravond in de bar gehangen hier? Ja, maar toen waren we gewoon beschaafd spijkerbroek en net de kleding aan. Maar misschien dan vanavond dit wel aanhouden. Ja, dan krijgen we nog meer aanspraak. Maar die Ieren vinden het ook leuk, want die maken natuurlijk ook een grapje van. Ze hebben een oranje kleur natuurlijk in hun vlag, dus dat vinden ze geweldig. En ze willen ook elke keer met onze kleding ruilen en zo. Dus wie weet wat we er vanavond nog aan overhouden. Maar plus, het levert gewoon extra supporters op. Want het is natuurlijk wel zo dat als ze met ons op de foto gaan, dat ze ook voor Nederland juichen. Horen te juichen. En dat doen ze ook, zeggen ze. En volgens mij doen ze het ook echt als ik het zie. Dus het levert extra steun op. En ik denk dat we dat wel kunnen gebruiken met onze jongens en meisjes. Jullie zijn speciaal naartoe gekomen voor Abdi en Gert-Jan. Nou, Abdi heeft gelopen. Wat vonden jullie ervan? Ik vind dat hij heel sterk gelopen heeft. Dus misschien een beetje pech bij de start. Die behoorlijk achteraan terecht kwam. Maar hij heeft heel goed opgebouwd. En denk gezien het parcours en zijn opbouw, dat dit gewoon bijna het hoogst haalbare was voor hem. Ook als je ziet wat de top 3 liep. Absoluut, ben ik het helemaal mee eens. Hoef ik niks meer aan toe te voegen. Jullie zijn trots. Wij zijn trots op Abdi. En ik denk hij ook wel een beetje op ons, dat we helemaal hier naartoe zijn gekomen voor hem. Ja, goed. Nu nog een paar mensen zo meteen. En dan kunnen we daarna bekijken of het een goede dag is geweest. Maar dat is het eigenlijk al, hoor. Adrienne is ook nog een beetje Apeldoorns, hè? Ja, ze is lid van AV34, dus in die zin ja. Ja, en dus wij gaan zo meteen snel weer terug naar het parcours. Kaart schreeuwen. Kijken of we vanavond nog een stem over hebben. En natuurlijk onze Gertje, die komt in de slotact. En die gaan we natuurlijk keihard naar die top 30 plek schreeuwen. Als hem dat natuurlijk lukt. Ik bedoel, het is voor hem een debuut. En we gaan gewoon keihard ons best doen. Heb je Gert nog een pep talk gegeven? Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb met rust gelaten. En dat is denk ik in zijn geval wel heel goed. Ja, absoluut. Absoluut. Hij was een beetje zenuwachtig afgelopen week.